Hoewel muizen en ratten het meest worden gebruikt als proefdier, worden bijvoorbeeld ook vaak kippen ingezet bij onderzoek. Het liefst willen we natuurlijk aan de kip zelf vragen hoe voel jij je, maar dat kunnen we niet doen. Dus daarom doen we gedragsonderzoek, omdat het gedrag van een dier heel veel zegt over hoe die zich voelt. Deze kippen zijn geobserveerd in verschillende situaties. Maar na het onderzoek zijn de dieren vaak overbodig. Ja, die werden dan uiteindelijk toch gedood hier op de faciliteit. Gelukkig voor deze kippen is adoptie nu ook een mogelijkheid. En dat betekent dat ze nog een nieuw leven tegemoet gaan bij een nieuw baasje. Ik red twee dierenlevens eigenlijk. Ja, ik weet niet wat er normaal gesproken met een proefdier zou gebeuren. Maar in dit geval kunnen wij nog lekker profiteren van de eieren. Ja, ik vind het voor mezelf natuurlijk mooi dat ik ze krijg. Dat ik er ook gebruik van kan maken. En dat die kippen ook gewoon een kans krijgen om nog productief te worden. Toch komen lang niet alle dieren in aanmerking voor adoptie. Ze moeten echt goed gezond zijn, goed gesocialiseerd zijn. En op zo'n moment en ook nog een goede levensverwachting hebben. Hè? Dus niet al aan het einde van hun leven zitten. En een proefdier adopteren is nog populair ook. De 250 kippen uit dit onderzoek waren binnen mum van tijd uitverkocht. En dat is ook voor de onderzoekers een opluchting. Ze zijn net op het begin van hun legfase, dus de bloei van het leven van een legkip. Dus we vinden het heel fijn dat ze nog een lang leven als legkip kunnen leiden. Op een fijne plek, in een groepje waar ze ook lekker naar buiten kunnen.